Goedemorgen mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Wij beginnen de dag met een lach, zeggen ze ook wel. En de cappuccino die neemt dat erg serieus vandaag. We hebben hier heerlijk eten, we gaan lekker ontbijten in het hotel. Maisha is nog allemaal dingen aan het halen. Ik mocht niet beginnen met eten. Wat heb je nou weer? Bacon. Bacon? Maisha die weet altijd overal bacon te vinden op de een of andere manier. Maar wij gaan even heerlijk genieten van het ontbijt. En daarna gaan we weer lekker op stap. Want dat doe je op een dag. Mocht je nog niet het duimpje omhoog hebben gedaan, dan zegt de cappuccino of vergeet niet het duimpje omhoog te doen. Hij zou echt heel blij zijn. Zeg maar als we de 1500 plus likes halen, dan kijkt hij zo. En als we minder halen, dan... Oh, jullie willen niet dat dit gebeurt bij de cappuccino, jongens. Don't do it. En na het eten hebben we uitgecheckt, want dit is ons laatste dagje in Duitsland. En we moesten dus net gewoon een muntje halen. Een blauwe coin. Een blauwe coin. Voor de parkeergarage. En we hebben 15 minutes to get out. Dat is echt zo van, oké, chillax, we gaan al weg. Ja, 15 minuten, hè? Maar hij was wel aardig. Ja, het was echt zo'n hele gladde man. Dat je echt even je vriendin wat dichterbij pakt. Zo van, hé, ik ga niet huwen. De lift werkte niet. Dus we mogen omhoog lopen, maar we zijn er. Yes. En daar staat onze prachtige stallion op ons te wachten. Heb je ons gemist, Polo? Het is wel een mooie echo, hè? Echo. Heb je iets wat je wil zeggen tegen de echo? Hallo. Hallo. Auf Wiedersehen. Waar gaan we eigenlijk heen? We weten niet zo goed waar we heen willen. Wat zeg je? We zaten te denken om misschien naar Beeksberg te gaan, een soort van survival. Maar dat is een beetje, het is een beetje bewolkt. Ja, het is niet zo heel lekker weer. Nee. Dus we weten nog niet waar we heen gaan. Ik denk dat we het straks even gaan uitzoeken. Sushi. Ja, we hadden echt zo jammer van die sushi, maar oké, dat terzijde. We gaan erachter komen, maar eerst moeten we hier uit zien te komen. Snel! 15 minuten! Wacht! Kijk, mooie planten. Na uitgebreid overleg gepleegd te hebben, zijn we uiteindelijk uitgekomen in... Helmond. In Helmond. Dat is eigenlijk een stad die we heel vaak zien langskomen. Zeker als we livestreams doen en zo, dan zeggen mensen altijd dat we daar moeten langskomen. Dus dan doen we dat. En er zijn ook wel een paar mensen geweest. Maar we gaan nu ook nog iemand opzoeken, namelijk Sven. Sven is een kijker die ik echt super veel zie langskomen op Twitter, op Instagram volgens mij ook. En ook gewoon op de server speelt hij heel veel. En ze hadden zoiets van, nou ja, misschien is het wel leuk om dan bij hem langs te gaan. En gewoon even gedag te zeggen. Yes. Dus daar gaan we nu heen. En ik ben heel benieuwd of hij het een beetje leuk vindt. Goshie! Dit is Goshie. En dit is Sven. Energy drink. Sponsor. Nee, hier is een foto van Sven. We waren even langs geweest. En super leuk om dat soort mensen gewoon even in de levende lijven te zien. Want je ziet altijd mensen langskomen en je ziet ook heel vaak comments. Zeker omdat we die lezen, zoals ik altijd zeg. En tweets. En tweets. En Snapchat. En Snapchat. En Instagrams. En Instagrams. En Facebook. In ieder geval. En Periscopes. Het is dus erg leuk om gewoon mensen in het echt te zien. En daar willen we dan best eventjes voor omlopen. Om dan mensen gedag te kunnen zeggen. Dus dat hebben we ook gedaan. Dat was super leuk. Ja, zeker. Maar nu over omlopen en omrijden. Gaan we weer naar de postbus. Want ik had weer gelezen. En de mensen zeiden dat er weer dingen in zaten. Dus dachten we, nou, gaan we daar ook gewoon lekker langs. Ben je lekker aas zo? Ja, dat praat ik gewoon zo. Dus we gaan nu ineens naar de post. Naar de post, jongens. Gezellig. Gezellig. Ellie lust, hè? Ellie, wat een vrouw. Met de etendiscipline. Etendiscipline. Dat is van Wie is de Mol voor de mensen die het niet kennen. Maar we gaan dus dingetjes ophalen, want dan kan ik ook een leuke video maken over de fanmail. Mocht je het nog niet gestuurd hebben. Postadres staat vast wel beneden. Maar waarschijnlijk niet, want ik zal het vast vergeten. Holy smokes, we hebben net alles opgehaald en weer pakketjes. Superleuk. En nog een pakketje en brieven en nog meer brieven. En we hebben thuis nog allemaal brieven liggen. Ja, dus we kunnen echt een grote fanmail. Ja, ik heb er echt zin in. Maar ik vind het super leuk dat mensen blijven zitten. Oh, hier zijn trouwens gewoon nog partypoppers, jongens. Van die ene vlog dat meisje de partypopper liet afgaan, hè, liefje? Ik heb een trauma. Echt een trauma. Echt een trauma. En nu gaan we door naar huis. Na die internationale reis zijn we weer thuis. En ik heb lekker weer mijn oortjes op, dus ik voel me weer helemaal goed. En het is echt super handig, want we hebben dus gewoon hier die studiolamp staan. En dat geeft echt perfect licht om te vloggen. Dus vandaar dat ik, als het goed is, nu een beetje goed verlicht ben. We hebben dus wel lekker een stukje gereden. Want we hebben, ik denk er eigenlijk nu over na, maar we hebben door 3 landen gereden vandaag. Dat is best cool. Vind jij cool? Ja. Is cool, hè? Is cool. Is cool. Kunnen niet veel mensen zeggen. 3 landen vandaag.
En ja, we hebben gewoon lekker een beetje gechilled. En dat moet ook kunnen, want ja, het is eigenlijk echt een chill. 3 chill dagen geweest voor ons. Dus we gaan ook deze laatste dag nog even chill in. Ook al zijn we, ja, misschien zijn we toch wel een beetje mensen die graag van dingen doen houden. Want we kwamen thuis, we hadden de hele dag gereisd en daarvoor ook. En toen hadden we zoiets van, nou, we gaan gewoon weer door. Dus ik ging vrolijk mijn dingen editen en Maisha ging bezig met al haar werkzaamheden. En toen zaten we zo van, wacht eens, we moeten eigenlijk gewoon gaan chillen. Wat zijn we aan het doen? Dus dat gaan we nu nog eventjes proberen te doen. Gewoon even helemaal niets. Helemaal niets. En gewoon relaxen. Zodat we morgen er weer vol tegenaan kunnen. Want we gaan gewoon lekker door met survival. We gaan lekker door met de Witch Wars. Dat vinden jullie tof. Creatie van de kijker. Noem het allemaal op. Gaat allemaal door. En ik hoop dat jullie het heel erg tof vinden. Ik doe mijn best om een beetje beter te worden in het vloggen. Ik hoop dat jullie dat ook merken. Binnenkort gaan we ook een fanmail video doen. Daar kijk ik ook super erg naar uit. Want jullie hebben hele leuke dingen gestuurd. En het zijn allemaal leuke dingen om naar uit te kijken. Vind je dat nou ook leuk? Vergeet dan niet het duimpje omhoog te smashen. Vergeet niet een comment achter te laten. En te abonneren. En dan zie ik jou heel graag volgende keer bij een nieuwe video. Tot volgende keer, mensen.